Hey, Nou, jongens! Het is afgelast. Oh my god. Guys, de voorraad is binnen. You just give me a... Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ben nu bij Stan. Ik ga hem even klaarmaken. Ik ben vanochtend ben ik nu even hier. Ik ga hem even een beetje opmaken. Mijn auto staat nu bij de APK. Dus dat wordt even gefixt. En daarna ga ik weer naar Amsterdam. Ga ik vanmiddag nu een ijsbad doen met Coco. In plaats van de ochtend. Wat ik er natuurlijk niet ben. Ijsbad en trainen. Heel veel zin in. En ik heb verder, ja, op zich wel een drukke week voor de boeg. Maar gewoon wel met allemaal leuke dingen. Dus zeg maar, het voelt nooit heel druk. Omdat ik alleen maar leuke dingen doe. En door de week heen komen er altijd heel veel dingen weer voorbij. Last minute. En maandag is echt een soort mijn vooruitplandag. Dus vandaag ga ik eigenlijk altijd een beetje kijken met wat is er nou om te doen deze week. Of nou ja, wat kan ik allemaal doen deze week? Wat moet ik allemaal doen? Ik heb alleen mijn notitieboekjes niet mee. Dus daar bouw ik eigenlijk wel een beetje van. Want dan kon ik een beetje vooruitplannen. Kijk mijn powderbrows. Doe mijn wenkbrauw altijd bij Anna Stroeven. Zij zit in permanent. Zij doet het zo mooi. Powderbrows blijven dus echt een soort semi-permanent zitten. Ik doe dan persoonlijk zelf elk jaar een touch-up. Maar dat is niet per se nodig. Ik kan ook elke 2 jaar een touch-up doen. En dan zitten je wenkbrauwen gewoon 2 jaar lang goed. En je hoeft er echt niks aan te doen. Ik doe dan alleen soms een brow lamination. Zodat die haartjes dan wat omhoog gaan staan. Maar meer is dat dus ook niet echt nodig. Ik heb echt een soort hele slechte huid. Allemaal soort huisjes en dingetjes. Dat ik echt denk, wat gebeurt er? What is happening? I don't like this. I don't like this at all. Verder super spannend. Oh mijn god. Heb ik dit weekend de Dam tot Dam loop. Mensen die niet weten. Het is best wel een groot evenement in Amsterdam. En wij komen echt mensen over heel Nederland daar naartoe. Het is een hardloopwedstrijd van 10 mijl. Dus dat is 16 kilometer. Ik heb dit wel al vaker gelopen. Jezus, ik zit helemaal onder de puisten. Wat de fuck is dit? Jullie zien het denk ik niet, maar gebeurt daar bij mij? Vind ik echt niet leuk. Maar dus 16 kilometer en dan ren je dus van Amsterdam naar Zaandam. En ik heb al 2 keer 16 kilometer, 1 keer 17 kilometer gelopen, 1 keer 16 kilometer. En ja, die gingen beide wel goed. Eerst had ik er, 17 kilometer had ik er 1 uur en 45 minuten volgens mij over gedaan. Of iets korter. En met de 16 kilometer had ik er 1 uur en 37 minuten over gedaan. Dus nu is mijn doel misschien 1:30, 1:30. Ik weet echt niet. Ik moet het ook zien. Ik bedoel, ik doe het echt voor de leuk. Ik zie het ook echt als training. Ik wil echt niet geblesseerd raken voor de high-road. We gaan het allemaal weer zien. Maar echt heel veel zin in. En want ik heb natuurlijk 1 keer de 10 kilometer run gedaan. Maar die ging dus eigenlijk helemaal niet heel goed. Omdat dat ook soort in de avond was. Ik had veel te veel gegeten en niet echt goed gegeten. Zeg maar, ik had ervoor een veel te zware pasta op. En viel echt niet lekker. Maar ik was wel echt blij dat ik het had gedaan. Want dat was wel echt heel leuk. Maar de Dam tot Dam is wel echt een soort grotere happening. Dus ik denk dat dat nog leuker gaat zijn. Dus ik ga zaterdag echt niet te veel doen. Echt fit zijn. Ik weet eigenlijk niet eens of ik het heb gedeeld in de vlog. Maar ik ben dus nu 6 weken geen alcohol aan het drinken. Voor de high road. Ik begon op 1 september. Het is nu 16 september. Of meer dan 2 weken dus. En ik mis het, zeg maar, ik mis het niet. Maar het is niet dat ik denk, oh, ik ga nooit meer van mijn leven drinken. Want ik hou gewoon echt van een drankje doen. En ik vind het ook gewoon heel lekker. Maar ja, het valt me zeg maar echt totaal niet zwaar. Het valt me echt totaal niet zwaar. Ik vind het echt prima te doen. En ja, ik vind het echt wel leuk. Ik heb het volgens mij nog nooit zo lang gedaan. Ik heb een keer 3 weken niet gedronken in januari. En dat viel me toen destijds echt heel zwaar. Dat vond ik echt niet leuk. Dat was ook wel 2, 3 jaar geleden. Dus toen stond ik er misschien ook anders in. Dus ja, ik heb veel te veel van dit spul. Helemaal oranje. Dus ja, dat valt me echt allemaal mee. En ja, ik ben wel blij dat het zo goed bevalt. Je hebt ook echt super veel lekkere 0.0 opties. Het was echt, ja, ik heb eigenlijk echt mijn vriendengroep gered. Want vorige week was hier op zaterdag gondelvaart. En dan ga je dus met z'n allen met bootjes het water op in een avond. En komt er een vuurwerkshow. Maar iedereen is dan natuurlijk gewoon aan het drinken en weet ik het allemaal. Ik had niet gedronken natuurlijk. En toen kwam de politie. Die kwam dus blazen op het water. Gewoon de waterpolitie. Van
of mensen hadden gedronken. Nou, heel veel mensen zijn aangehouden. Maar ik had natuurlijk niet gedronken. Dus ik zei dat ik de boot bestuurde. Dus ik moest ook opeens die boot besturen. Terwijl ik dat helemaal niet echt goed kon. Maar je moet gewoon altijd eigenlijk, als je zegt van ik ben een schipper op het water, gelden dan soort regels van dat er één iemand soort verantwoordelijkheid moet nemen. En dan dus die drinkt of zo. Nou, ik weet niet echt precies hoe het zit. Maar saved by the day. Want toen moest ik dus blazen. En ik had natuurlijk niet gedronken. En degene die het meeste vaarde, die had ook misschien maar 3-4 buurtjes op. Maar ja, dat mag eigenlijk ook natuurlijk gewoon niet. Dus ja, we hadden gewoon echt heel veel geluk. Dat was wel, ik voelde me echt ook nog een soort nuttig dat ik zeg maar niet aan het drinken was. Ik had het niet voor niks gedaan. Ik had het natuurlijk voor mezelf. Maar nu heb ik ook nog mijn vrienden ermee kunnen helpen. Maar het was echt een super gezellige dag, by the way. Zo, die zon komt opeens een soort door. Holy shit, wel mooi. Mooie glow. Zo, die zon is even wat minder. Even gezellig zo bijkletsen aan het begin van de week. Moet ik echt vaker doen eigenlijk. Dat je gewoon even de rust neemt om die vlog te openen. Vinden jullie de vlogs eigenlijk wel nog leuk? Want ja, natuurlijk weet ik dat mensen kijken. Ruikt zo lekker. Ruikt naar chocola. Oh, daar komen we weer. Maar vinden jullie het nog leuk? Want ik weet, merk wel dat het natuurlijk gewoon minder wordt bekeken als eerst. Maar dat zie ik eigenlijk natuurlijk over heel YouTube. Dat het minder wordt bekeken. Nou, ik vind het zelf altijd nog gewoon steeds heel leuk blijven om te doen. En ik denk, ja, zolang ik het leuk vind, heb ik eigenlijk ook altijd gezegd, dan blijf ik het ook gewoon doen. Maar ja, als jullie ook denken van, ja, weet je, ik kan natuurlijk ook echt mijn fulltime gaan focussen op Snapchat. En daar alles op gaan vloggen. Want eigenlijk basically hetzelfde. Denken jullie echt van, nee, doe dat. Heb ik poeder nodig? Ik vind dat ik niet per se heel erg glim. Ben ik gewoon setting spray op doen, dat ik altijd nog poeder op doen. En dan zijn we alweer klaar. Ik ben weer lekker in Amsterdam en ik heb eiwit oats. En ik ga even lekker werken achter mijn laptop. Oké, ik heb het echt zo koud. Ik heb gewoon een heel trainingspak aan. En ik had gewoon mijn verwarming aan. Maar het gaat eigenlijk in mijn principes in dat ik in september al mijn verwarming aanzet. Maar ik had hem gewoon even 1 graadje warmer. Gewoon voor de mind. Ik ga nu lekker sporten met Coco. IJsbad sporten, dus helemaal zin in. Ik heb weer lekker met mijn schatje gesport. En ijsbad. Maar ik was helemaal mijn vlogcamera mee vergeten. Oh, ja, inderdaad. Ik heb het normaal hoor ik jou wel als ik naar de wc ga horen. Ja. Maar zo op de achtergrond een beetje praten tegen je. En denk ik, Oh, okay. Dat is tegen de camera. Dan zijn we weer even lekker lek beetje. Ja, dat was echt heerlijk. En normaal sporten we in de ochtend, maar ik vind het ook wel lekker. Ja, eigenlijk. Maar we zijn net, dat voelt net alsof we zeg maar een kantoordag hebben gehad. Net zoals de rest van de mensen. Ja. En dat je dan daarna gewoon thuis komt. Dan komen we thuis en kunnen we lekker eten. Ja. En wij gaan hetzelfde eten. Ja. Gaan we eten? Chili con carne. Heel lekker. Zin in. Nou, ik heb even boodschappen gedaan bij de Aldi. Ik was 13 euro kwijt. En ik heb even avondeten, dingen voor het avondeten gehaald. Maar ook gewoon andere dingen. Ik vind het licht alleen een beetje heel leuk. Ik ga even zien wat ik heb gehaald. Als eerst Lidl jam, sla. Ik ga een Mexicaanse bol maken, by the way. Tomaten. Vega gehakt. En goedkoper. En je kan het langer bewaren. En het is heel eiwitrijk. En ze is lager in calorieën. Nou. En ik ga door een gerecht heen maken. Dus ja, dat ga ik dus met. Waar is het? Rode bonen. Een soort chili con carne saus maken. En dan heb ik taco saus. Gewoon lekker salsa sausje. Magere kwark. Magere melk. Avocado's natuurlijk. Oh! Heb ik nou 2 pakken magere melk gehaald? Fuck, waarom doe ik dat? Oké. 30 plus kaas, tomatenpureetje om een sausje van te maken. En dat was het. Dus ik ga nu koken, want ik heb honger. Oh my god, kijk hoe goed dit is gelukt. Het is letterlijk een soort taco bol. Een soort chipotle bol. Zo lekker. Zo goed gelukt. Het recept staat ook online op TikTok. Maar het is eigenlijk gewoon het enige. Rijst. En dan hier een mengsel van vegetarisch gehakt, rode bonen, taco kruiden en tomatenpuree. Zit er sla in, tomaat, ui, kwark, avocado, salsa saus, jalapeno. Het is echt verrukkelijk. Ik ga het even lekker opeten. Dat is echt niet normaal. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag en ik ga lekker hardlopen. Mijn haar is echt heel vet hier en echt helemaal ontploft hier. Maar ik kan nog steeds mijn
haar niet wassen, want ik heb nog powder brows. En dan mag je dus 5 dagen je wenkbrauw niet nat maken. Dus ik doe het gewoon weer strak naar achter. Ik ga 5 kilometer hardlopen. Ik heb echt super leuke nieuwe sportsetjes gekregen van Fit Testing. Ik zal het zo even laten zien. En ik ga denk opwarmen 2,5, 2,2 kilometer rennend naar het Vondelpark. In een langzame pace. En dan 5 kilometer knallen in het Vondelpark. Dat wil ik eigenlijk gaan doen. Ja, dan hoop ik dat ik een nieuwe goede tijd kan inzetten. Maar ik vind dat altijd wel zo spannend. Dan denk ik van, komt er een soort druk op, weet je wel. We gaan het zien. Ik ga gewoon rennen naar het Vondelpark. Dan 5 kilometer rennen. En dan moet het weer terug rennen, maar lopend. Ik denk een beetje lopend rennen. Een beetje uitloop of yoga. Maar ik zie het allemaal wel. Kut als ik echt bam 5 kilometer. Ik voel het niet echt als een voldane workout. In ieder geval. Het is dan moeilijk om, dus beter om een beetje opgewarmd te rennen. Dan gaat het beter. Ik ga nu even lekker havermout eten en een koffietje en dan er zo vandoor. Ik wilde eigenlijk eerder rennen, maar ik werd niet wakker, dus dat is top. Nou guys, echt waar. Het ging voor geen 1 meter. Ik was al niet bij het Vondelpark en ik was al gestopt. Even dit shirt uit, want echt, ik heb echt 3 keer gelopen en normaal doe ik dat echt nooit. Maar mijn benen waren gewoon zo zwaar. Ze kwamen gewoon niet vooruit. Maar ja, ik heb zaterdag een hele zware HIROX training gehad. Zondag 12 kilometer gelopen en gisteren een leg day gehad. Dus misschien was het ook te veel. Kijk hoe leuk deze setjes zijn. En dan van achter zo. Ik zweet me echt helemaal dood. Het ging echt... Nou ja, weet je, ik heb er toch alweer iets van 6 kilometer op zitten. Dus ik vind het best. Hey, Tini. Wat jouw haartjes mooi gekomen voor de video. Jongens, we gaan zoiets leuks doen. We gaan mukbangen. En Genie gaat op de fucking mukbang. Kijk. Er zijn allemaal verschillende vrijdagjes voor hem. En hij heeft zelfs... Eigenlijk mag hij alleen maar 2 op vrijdag. Oh. Misschien. Het is feest vandaag. Zo leuk. Kijk dan, dit gaat zo leuk worden. Zo schatje. Oh nee, nu zit hij echt te glad. Oh. Nee. Oh shit. Later als je een kind hebt, je kind representeert jou. Ja. Ja. Dus je wil je kind nog beter als jezelf. Ja. Nou, nu denkt iedereen echt, wat in de... Hoe heet dat gezinnetje ook alweer? Wat in de... Flodder? Nee. De Belinga's is dit. Oh, dat ken ik niet. Nee? Nee. De Belinga's. Nou jongens, echt super leuk. Mijn ouders waren vanavond blijven eten. Was echt heel gezellig. Ik had weer de Mexicaanse bol gemaakt. Die ik gisteren ook had gemaakt. Just because I can. Is het nog vies? Of schoon? Het is gewoon. Het was echt heel lekker. Ze vonden het ook heel lekker. Het was echt super leuk dat ze er waren. Oh, deze is echt heel vies. Deze even in de was. En ik ga nu, het is nu bijna 11 uur. En ik ga lekker mijn make-up eraf halen en slapen. Goedemorgen allemaal. Het is woensdagochtend. Ik heb me klaar gemaakt. Onder een sportsetje aan. En ik heb een beetje koud. Daar heb ik mijn badjas aan. En ik ga nu editen. De mukbang die we gisteren hebben opgenomen. Ga ik even lekker editen. Helemaal gezellig. Ik heb echt super leuke nieuwe sportsetjes. Deze van Fit Testic. Hoe leuk is ten eerste deze rode kleur? Echt obsessed. Ik heb dus ook nieuwe hardloopschoenen gekregen van ON. En dit past er ook helemaal leuk bij. Echt, kijk hoe mooi het ook van achter is. Helemaal zo leuk. Een open rug. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Allebei in maat S, by the way. En een heel leuk setje in het zwart. Echt, I love it. Kijk hoe leuk ook die rug is van deze sport BH. Hou hier echt van. Dus echt helemaal blij mee. Ik ga even kijken of ik nog push-up kan. Want ik heb heel lang niet geoefend. Jullie zien echt alleen maar vloer. Ik ben altijd weer helemaal zenuwachtig als ik het moet doen. Omdat ik bang ben dat ik het niet kan. Het lukt nog. Ik weet niet of jullie zag. Nou guys, Bo en ik hebben lekker een ijsbad gedaan. We hebben een mukbang gefilmd. Echt een hele leuke mukbang. Okay. Een hele leuke mukbang waarin we alle antwoorden eigenlijk over het sporten hebben beantwoord. En net even een rondje gelopen. We gaan zo meteen weer personal training doen. Helemaal een leuke dag. Ja. Niet normaal. Ja, nou, we hebben net lekker gesport.
Dat is echt heel lak. En hier lekker een pastaatje gemaakt. De high protein cottage cheese pasta. Kijk. Echt mega lekker. En we gaan lekker expeditie kijken. Met kip, courgette. En we gaan nu lekker expeditie kijken. Hallo allemaal, het is donderdag. Ik heb net even lekker gesport, upper body. En ik heb nu een broodje met ei. Bekoren broodje ei, feta. Dan ook. En we gaan even lekker wat kijken, lunchen. Dan ga ik weer werken. Oké, ik moet even aardig wat werk nog doen. Achter mijn laptop. Maar is mijn camera echt heel vies. Ik ga sowieso even de mukbang van gisteren editen met Bo. Ik heb heel veel mailtjes openstaan. Zoveel dingetjes dat ik even op moet reageren. Dus dat gaan we eventjes doen. Ik heb lekker orzo gemaakt met tomaat en feta en paprika. Echt heel lekker. In ieder geval, hoop ik. Echt heel warm, dus een beetje af laten koelen. Goedemorgen allemaal, het is Friday en it's the day of the days. Want vandaag komt mijn levering binnen van mijn eigen merk, Redefined Elegant. Zo leuk. Maar dat is dus bij Stan, want daar gaan we het verfilmen doen. Dus ik moet mee daarheen om er zeker voor te zijn dat er iemand is als het wordt geleverd. Superleuk. Vanavond ga ik gezegd met vriendinnetjes eten. Ik ga nu weer even de Daily Duo nemen. Still Solutions. Profietenkruid voor mooier, sterker volume haar. Zoals je kunt zien heb ik ook echt super veel babyhaar en zo. Komt echt door Still Solutions. Ik heb het aangeraden gekregen van mijn kapper. Zij heeft ook echt klanten waarmee ze echt verschil merkt. Zoals jullie weten ben ik dus ambassadeur van Vitakruid, dus kun je altijd korte shoppen Sarah. En ik neem elke dag dagelijks creatine. En dat is dus voor mijn spieren. Ik heb er pas een reel over geplaatst, dus check het uit als je er iets meer over wil weten. Ik neem dat één scoopje creatine. Het smaakt dus naar niks. Maar echt letterlijk naar niks. Dus niet vies, ook niet lekker. Ik vind gewoon prima. En Sales Solution staat een beetje bekend om niet zo'n hele chille smaak. Het is niet lekker nee. Maar het is ook niet goor. En ik heb ook een aardbeismaak. Dus dan zit er nog een beetje een zoete nasmaakje aan. Oh. Ja, ik vind het echt prima. Ik vind het wel echt veel lekker dan de original. Je hebt tropical en aardbei. Ik vind ze allebei wel lekker. Die. En dan ga ik even een koffietje zetten. Daar heb ik ook very mucho zin in. Oké, we gaan even theesters doen van de Vitakruid chocolade protein. En ik heb weer lekker mijn Pink Lemonade Clear Whey. Ik vind die zo lekker. Ik hou echt van Pink Lemonade. Er staat ook een recept op. En dat je dan een soort mocktail maakt met rose lemonade. En dan dit. En dan heb je gewoon een soort mocktail met proteïne. Dat ga ik ook daar doen. Ja. It's okay, it's alright. Ik ga zo meteen mijn lens ophalen. Ik hoop dat ze nu wel goed zijn. En daarna wachten op. Heb ik al verteld. Oh, weet je, ik heb het al verteld. Huh? Kom wat. Hoe werkt dat dan? Oh, kan je dan meenemen? Jij dacht ook niet meer af. Ah. Wat? Je lacht om niks. Zeg maar, je lacht voor de camera. Nee, ik ben heel blij en excited. Oké. Niet in de koelkast zetten, 1 minuut, man. Nou, dat helpt. Ja. Nou, deze test van de dag. Ja, lekker. Ja? Mm-hmm. Ja, wat zijn er ik hou zo echt... Nee, ik hou sowieso heel erg van chocola. Het is gewoon, dat is chocola een beetje brownie of is dat... Oeh, wow. Dat is voor smaak. Ik vind deze ook lekkerder als die vorige. Het smaakt echt naar een soort, het smaakt lekker naar een soort brownie mix. Weet ja, wel? Ik weet niet, het is gewoon chocola. Maar het, ja, gewoon goede chocola. Heel lekker. Kunnen we dit niet een keer warm maken? Dan heb je echt een soort proteïne chocolademelk. Ja. Dat zou denk ik echt fucking lekker zijn. Kan. Dan doe je het in die schuimer. Ja. Helemaal zin in de winter nu. Kijk, ik zit dus altijd een keer bij heel even in de koelkast. En dan gaat het even lekker koud worden en top. Oh my god, guys! De voorraad is binnen. Ik ben zo blij. Ik ga jullie binnenkort meer over laten zien. Dit is de verpakking. How pretty and aesthetic. En dan is het dus zo als je hem opent. Maar de watch ligt er nu natuurlijk niet in. Heel nice. En ik heb hem nu om. Mijn logo staat hier erin. Ik ben echt heel blij. Het is echt helemaal zoals ik het voor ogen had en heb. En ja, ik ben er gewoon echt heel blij mee.
Hij is ook heel erg voorstelbaar voor een kleinere pols. Ik heb al best wel een kleine pols, maar ik kan hem dus nog kleiner maken als dit. En bij heel vaak is dat niet mogelijk. Maar ik heb net een snack gemaakt. En het is een soort combinatie tussen de vuil surimi snack en de komkommer trend. Kijk. En het ziet er ook nog eens fabulous uit. Dit is zo lekker. Echt helemaal in die saus. Dat is geweldig. Ik had die saus was helemaal in die komkommer. En dat maakt het zo lekker. Dat moet je maken. TikTok staat online. Oké, ik ga nu gezellig met vriendinnen eten. Met Anna Marel. Van studie ken ik die. En ik ga even Marel ophalen met de auto. En dan rijden we naar Anna. Die woont sinds kort op haarzelf met haar vriend. Superleuk. Ik ben daar nog niet geweest. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb echt de hele dag aan Redefined gedaan. Redefined. Ja, vanaf nu ga ik zeggen Redefined Elegance, guys. It's my brand. It's my own brand. I got an own brand. My dream. Is coming true. Crazy lifestyle. What a freaking life. Oh. Nou, ik ben weer gezellig met de... Wat gebeurt er nou? Ik ben gewoon een hoes. Oh, toen ik langs liep. Sorry. Met de meiden. Zo gezellig. Hi. Gezellig ben je al. Nou, ik heb lekker niet het eten gefilmd, maar het was heerlijk. Ja, dit staat toch niet gezellig? Nee. Want het is... Anna had een artisjok. Hier zijn de restanten. Ja, ik vond het, zo hart. Lekker. Huh, wat ziet het er grappig uit? Ja, kijk, hier zitten dus die haren aan. Ja. Connect. Dit, ja, dit. Dit zie je altijd als je... Dit stukje. Ja, dus dat kan je eigenlijk ook nog eten. Ja. Zit er... Lekker. Ja. Ja. Nee, het was heerlijk. Lekker geborreld. Hallo guys, ik ben thuis. Het was echt zo'n super gezellige avond. Heerlijk lekker gegeten. En lekker bijgekletst. Het was echt top. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. Mijn lenzen eruit halen. Maar shit, waar heb ik mijn lenzen gelaten? Huh? Ik wil toch niet zeggen dat ik het op mijn stand heb laten liggen. Heel dom zijn. Oh my god, als ik dat echt heb gedaan, ben ik echt de domste loser die er is. Mijn god, waar ligt het lenzenbakje nou weer? Ik ben echt ongelooflijk... Mogolisch. Ik heb namelijk mijn lenzenvloeistof en mijn lenzenbakje bij stand vanmiddag laten liggen. En ik heb maandlenzen, dus die kan je niet weggooien. Ik kom echt uit een paasei. Ik heb net voor 16 euro lenzenvloeistof besteld. Op Uber Eats. Bij de avondwinkel. En de kans is zeg maar aanwezig dat het niet de goede lenzenvloeistof is. Maar je mag je lens dus absoluut niet in water bewaren. Want er kunnen bacteriën in zitten. En ja, ik wil echt niks met mijn ogen. Dus de kans is zeg maar ook... groot dat ik morgen mijn lenzen niet meer in kan doen. Ja, ik heb hier geen woorden voor. Ik heb hier echt geen woorden voor. Ongelooflijk. Nou jongens, yay! Het is meer dan mijn 16 euro waard. Al in one zachte lenzenvloeistof. Yeah, yeah, yeah. Echt, hoe bizar is deze wereld dat ik om 12:30 s'nachts even lekker lenzenvloeistof kon bestellen en het er binnen een kwartier de deur staat. Echt. Heel bizar. Vrij bijzonder. Maar echt over op het internet. Kijk, ik dacht, oh joh, kan ik wel een water bewaren? Dan blijf ik het opgezocht. Kan dus echt niet. Zou ik niet doen, jongens. Good night. Nou, ik heb lekker uitgeslapen. Heerlijk. Ik heb vandaag de hele dag lekker vrij. Vanavond ga ik naar mijn broer. Gaan we gezellig met elkaar koken. Gaan we iets Koreaans maken. Helemaal zin in. Dus ik ga zo meteen vandaag even naar de Oriental. Ga ik denk lekker lopen. En dan ja, even lekker wandelen. En dan dingetjes halen. En ik ga nu even verder werken. Want er zijn echt nog een aantal dingen wat gedaan moet worden. Nou, we gaan even lekker wat eten. Het is inmiddels al bijna 1 uur. Ik heb lekker oats. Apple. Nee, appelkaneel. En ik heb lekker kwark met gebakken appel met zelfgemaakte krusli. Stan heeft dat ook en een broodje. En we hebben een beetje mango. Helemaal Saturday breakfast. Die appel is zo lekker altijd. Echt een toetje. Zo lekker. Eerlijk? Ik heb hem genoeg, maar hij is altijd lekker. Oké, het is inmiddels bijna 5 uur. Ik ga nu naar mijn broer. Daar gaan we lekker iets van Koreaans iets maken. Ik heb in ieder geval allemaal boodschappen bij de Oriental gehaald. En
Volgens mij een soort hotpot, maar dan Koreaanse manier of zo. Nou, echt heel lekker met noedels en weet ik het allemaal. Mega veel zin in. Dus ja, ik ga nu on the way. Goedemorgen, het is zondag. Gisteravond met mijn broer was heel gezellig. We hadden een soort Korean kimchi hotpot gemaakt. Dat is echt amazing. Vandaag is de Dam tot Dam. Ik ga nu even lekker wat eten en dan komt Bo hier om 11 uur heen. Super gezellig. En wij moeten pas lopen om 4 uur. Nee, om 4 uur. Dus dat is helemaal kut eigenlijk. Nou jongens! Bootje is er. We zijn net even in de stad geweest. We hebben dit topje gekocht. Echt heel leuk. Ja, deze hemd. Hemdje, ja. Echt een hardloophemd. Echt een hardloophemd, ja. Ik heb echt, ja, echt een joke. Dit tasje om van Viper. Maar ja, wij komen er weer echt 1 minuut van tevoren mee dat we een renvest nodig hebben. Toch wel misschien wel, want we hebben een jelletje. Ja, we hebben een jelletje. We hebben van die cola snoepjes. En ik wil mijn telefoon mee. Dus ja, het kan allemaal wel weer in je tiet en in vasthouden, maar het is eigenlijk wel kut. Dus ik loop nu... Ja, Bo heeft... Maar jij, Bo heeft nog zo'n zijvak in haar broekje. Dus dan kan je daar nog wat kwijt. Dus... En ik heb een legging aan, want dat vind ik... Persoonlijk chiller. Dus ja, ik loop er gewoon voorbij met een Viper. Maar weet je, lekker boeien. Echt een vibe. Haar in de staart. En dan zijn we bijna ready. Nou jongens, plot twist van de eeuw. Het is afgelast. Haha. Bo en ik stonden voor de finish. Of voor de start. Ja, iedereen loopt opeens terug. En wij denken echt, we horen iemand zeggen, ja het is afgelast. We denken, nou... Dat kan niet. Wij lopen erheen. Ja, het was dus zo heet. Zoveel mensen bij de ambulance en zoveel mensen die het niet trokken. Dat ze het gewoon onverantwoord vonden en is het afgelast. Dus wij waren echt mega zet. Natuurlijk iedereen die zich heel slecht voelde, stay safe. Ik hoop dat jullie, ja, dat het allemaal goed met jullie gaat. Ja, gewoon echt heel jammer. Maar uiteindelijk hebben we gewoon zelf daarna 16 kilometer gerend. Dat was ook wel heel leuk. Echt heel jammer. Heel very sad. Maar het is niet anders. We gaan gewoon snel meedoen aan een volgende leuke run. En Hyrox komt er natuurlijk aan. Ze gaan nu lekker focussen op Hyrox. Dus het komt allemaal wel goed. Maar het is wel gewoon even een domper. Maar ja, we hebben nu lekker sushi besteld. En gaan lekker sushi eten.